Goedendag, je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. En het weerbericht staat vandaag in het teken van de regen-onweersbuien die eraan komen. Op het radenbeeld van halverwege de middag zien we al een soort buienlijn over het uh, zuidwesten van Nederland liggen en over een deel van België. En die lijn die loopt nog veel verder door richting Luxemburg en daarna helemaal richting het zuiden tot uh, in de buurt van Lyon. Een lange lijn met veel bewolking en met regen en onweersbuien. En dat zien we ook terug op de satellietbeelden. Daar zien we die buienlijn vanuit Frankrijk richting het noorden trekken. En op het laatste radenbeeld zien we dan uh, het gebied liggen. Ik zal er even een lijn door trekken. Dat doen we ongeveer met deze. Dat ligt ongeveer zo. Nou, daar onweert het dus. In Nederland, maar ook helemaal hier in het uh, oosten van Frankrijk. En uh, beide gebieden trekken ongeveer die kant op. Dat betekent dus dat we vanavond met regen en onweer te maken krijgen. Dat staat al in alle waarschuwingen. U heeft het vast ook al meegekregen. Ik verwacht dat de zwaarste bui vanavond over de oostelijke helft van dat land trekken. Maar dat betekent niet dat het in het westen niet onweert. Maar de kans op zwaar onweer... Op hagel en op forse windstoten is in het oosten, waar het een paar graden warmer is, duidelijk groter. Die windstoten kunnen ongeveer 80 km per uur zijn. In Zeeland wordt het in de loop van de avond, misschien zelfs al vroeg in de avond, alweer droog. Daar kan er dan nog even de zon schijnen. Temperaturen vanavond zo rond de 18 tot 21 graden. En voor de buien uit voelt het benauwd aan. Vannacht trekken de buien dan weg. De zwaarste buien in ieder geval helemaal droog wordt het niet. Het blijft wisselend bewolkt, valt nog steeds een enkel buitje, en dan wordt het ongeveer 13 à 14 graden. En dan morgen overdag. Morgenochtend hebben we nog wisselend bewolkt weer met nog steeds die enkele bui. Maar in de loop van de ochtend breekt in het zuiden de zon door en morgenmiddag schijnt de zon dan overal. En als de modellen het helemaal bij het rechte eind hebben, dan is het zelfs schitterend weer met een flinke zonnige perioden. De temperatuur moet wel iets inleveren. Vandaag werd het nog zo'n 23, 24 graden. Morgen wordt het 18 tot 21 graden. In de avonduren kan er vanuit Frankrijk een nieuwe lijn met buien komen. Die bereikt dan dus als eerste het zuiden van het land en zou dan in de nacht na zaterdag verder naar het noorden kunnen trekken. Ook bij die buien is er weer kans op onweer. Maar dat is morgenavond pas. We komen we dus morgen in het Weersjournaal op terug. Dan het weer voor het weekend. Nou, dat ziet er eigenlijk best goed uit. Zaterdag nog een enkel buitje, maar dat is echt een lokale bui. Droge weer overheerst er zijn flinke perioden met zon. En de temperatuur met rond 20 graden, die is natuurlijk ook best aangenaam. Zondag blijft het grotendeels droog. Kans op een bui is overdag dan echt heel klein. In de avonduren kan er vanuit Duitsland wel weer een bui het land intrekken. En ook zondag temperatuur rond 20 graden. Maandag wordt het wisselvalliger, neemt de kans op onweer ook toe. Maar de temperatuur lijkt dan ook weer iets omhoog te gaan. Ik wens u een goede vrijdag en een heerlijk weekend. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.